Dames en heren, herkennen jullie dit? Ik speel weer een Postal 2. Ik weet het, ik heb het spel nooit afgemaakt. En het eindigde 2 december heb ik het laatste video geüpload. En nu wordt het tijd dat ik verder ga spelen met het spel. Want we zijn nog steeds in het weekend bezig. Apocalypse Weekend. Ik zit ergens in een hospitaal. En dat is helemaal omgetoverd tot een of andere raar hysterisch... Weet ik veel, alsof aan de druk zit of zo. Het is heel vreemd. Kijk die rare muren. Dit kan alleen in Postal 2, mensen. Dit is echt serieus Postal 2. Kunnen we hier nog terug? Ja, dit was het eerst. En het is nu gewoon weer normaal. We zijn uit de drugs. En we moeten uitkijken voor hele vreemde katjes, zoals je ziet. Het zijn hele vervelende poesjes. Dood jullie. Dood jullie. Kom op. Nee. Je spet gewoon uit elkaar. Komt er nog meer? Ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet. Daar zit hij. Kan ik hem schieten met een ander wapen? Ik ga hem niet in de fik zetten. Heb ik iets anders? Ik heb dit. Ja, dit gaat goed werken. Een schaar. Kom maar. Huppakee. Nee, jij bent stout. Jij bent stout, poesje. Huppakee. Sorry, ik moet je doden. Hier zijn nog wat nieuwe schaartjes. Het is goed dat ik de schaartjes ga gebruiken. Waar zit die vervelende andere kat? Ik hoor hem wel. Waar zit die? Oh, daar zit er een in de fik hier zo. Misschien heette die wel Fikkie. Huppakee. Dat was Oh, nog één! Kom hier, jij! Kom! Yes! Ah, ik heb je. Sorry, maar je was een doorgedraaide zombie-kat. Of weet ik veel wat je was. Je bent in ieder geval dood. Dat is één ding wat zeker is. En hier is een admitting. Oh, wat is hier aan de hand? Nou, die zetten de Victor in. Fikkie! Fikkie! Brandy! En... Vuurtje. Mooie namen. En ik hoor nog meer katten. Zo, jongens. Wat een kattenvereniging hier. Oh, en dit is lastig. Oh, kom op! Ik pak die scharen dadelijk wel weer op. Huppakee. Next one. Yeah! You never walk alone. Kitty kitty. Het is wel triest hoor, dat ik gelijk een aflevering begin Postal. En dat ik gelijk poesjes moet vermoorden. Dat is echt wel heel liguber. Ik weet het. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Moeten we hierheen? Nee. Nou, kan dit niet open? Kom op, dit kan toch wel open? Nee. Ik denk dat hun het ook hebben geprobeerd om te openen, maar het niet is gelukt, helaas. Dus dat was exit. En exit, dat zegt meestal van, yeah, we kunnen weg. Misschien als ik een schaar gooi hierin? Kijk! We did it! Oh jee. Er gaat toch niks engs achter staan. Ik heb nog steeds die tulband om mijn hoofd. We zijn nog steeds in het hospitaal. Oh, wat gaat er gebeuren? Nee, nee, nee. Gaat het ontploffen? Oh, ik schrik er gewoon van een klein beetje. Dit is niet goed. Daar is al fik. Ik kan niet meer terug. Ik kan nog alleen maar heen. Maar we zijn op tijd. We kunnen ontsnappen uit dit ziekenhuis. En nu zijn we eindelijk buiten aangekomen. Het werd ook wel eens tijd. Maar het hele hospitaal staat nu in de fik. Dankzij een ontploffing. Is dat dankzij mijn schaar? Komt dat? Ik hoop niet. Oh, ik hoor weer. Oh jee. Ze blijven komen. Weg jullie. Opzouten. Ik blijf mijn scharen houden. Ik heb 105. Dus dat betekent dat ik 105 keer. Ik ga hier weg. Want ze blijven komen. Ja, opzouten. Niet achter me aangaan. Nee, hup, weg. Nou, die kat laat ik gewoon leven. Oh, het zijn geen zombies. U bent geen zombie, meneer. Ik ben zo blij om u niet aan te treffen als zombie. Ik dacht dat dit de zombie-apocalypse was. Nou, dit gaat eigenlijk best goed. En waar moet ik heen? Want dit is wel een nieuw gebied wat we nog niet hebben verkend eigenlijk. Ik zie, ik hoor iemand gillen. En waarom hoor ik diegene gillen? Vrouwen lopen nog steeds heel erg gay door de straten. Dit is Postal. Ik zie een Chinees... Hé, wat is dit? De Crazy Panda. Herken ik dit? Een Chinees restaurant. Nou, misschien moeten we hier naar binnen. Hé, maar hier hebben ze misschien Chinese hapjes. Kijk, ik ga genieten. Oh jee, nu ga ik wel bestellen. Dat ziet er niet heel erg lekker uit. Oh shit. Oké, er komen ineens... Zombies, holy crap. Moet je hoofden eraf gaan neppen? Hij leeft gewoon door. Oh, ze leggen het uit hoe je een zombie vermoordt. Je moet hun hoofd gewoon eigenlijk... Inderdaad. Je moet op hun hoofden mikken. Oh shit, zombies komen achter me aan. Zombies komen achter me aan. Dit is niet het goede moment. Ik vlucht hier naartoe. Want daar zitten zombies. Huppakee. Dood jij. Dood. Dood jij! Moet ik serieus een shotgun gaan gebruiken op jou? Ik ga serieus een shotgun gebruiken, dood jij.
Nou, de zombie apocalypse begint hier dus in het... Oh, lekker noedels. Oh, we hebben lekker noedels. En wat staat die zombie daar? Hij valt me ook gewoon niet aan, hè, dat beest. Hallo, meneer? Hallo? Sorry, ik moest het doen voor mijn eigen veiligheid. Die man, die heeft een shotgun. Gaat hij mij helpen? Dag, meneer. Bent u de president? Wat doet u? Ja, u schiet mis, zeg maar. Zal ik u helpen? Kijk, u schiet... Oh! Oh, shit! Oh! Huppakee. Ze komen op afgerend. Oh, dit gaat best lekker zo. En ik pis... We gaan ook gewoon over hun heen plassen, zo. Huppakee, dat is allemaal goed. Zo moet het. Achter je! Nee, wat schiet je op mij? Wat schiet je op mij? Hij gaat op mij schieten. What the fuck? Gaat hij... Oh! Wat de hel, joh. Ik help jou en dan gelijk dit... Oh, dat hebben die kleine man. Ik ga achter hem aan. Wacht even. Met mijn... Heb ik een kapmes? Ja. Kom hier, jij. Huppakee. Oh, ik moet het hoofd vermoorden. Huppakee. Dan gaat hij ook dood. Oh. Oeh! Ik schrok. Ga weg. Ga weg, zombies. Ga weg. Zo. Vermoord. Vermoorden. Vermoorden. Daar gaat die kleine. Waar gaat die kleine heen? Ik moet die kleine hebben. Kom hier, jij. Kleine viezerik. Kom hier. Zo, dat heb je ervan, hè? Ja, en dan maar kruipen, hè? Huppakee. Ga dood, jij. Dood. Dood. Goed zo. Nou, dat beest is dood, in ieder geval. Ik weet niet of het een zombie was of het werd een zombie. Oh, dag mevrouw. U bent net op tijd voor het avondeten. Die zijn allemaal levend, zie je dat? Weg jij! Ik kan het hoofd niet meer vinden van sommige mensen. En dan lopen ze gewoon... Dan zijn ze eigenlijk nog levend, maar dan... Ja. 12 van de 20 zombies vermoord. Wat is dit? Oh, een shotgun. Dat hebben we nodig. Zijn hier nog zombies te verkennen? Helemaal niks. Ik zie daar cocktails die kunnen gebruiken. En ik hoor wel zombies. Kijk, daar komt er eentje. Dag meneer de zombie. Heeft u trek in een shotgun? Of zal ik u gewoon in de fik zetten? Dat gaat niet werken. Zal ik u gewoon een shotgun geven? Huppakee, dan bent u er ook vanaf. U heeft er ook niet om gevraagd om een zombie te worden natuurlijk. Wat is hier zo? Oh, die crap. Zijn we buiten? Of is dit het dak? Dit is het dak. Dag zombie. Doei zombie. 15. Waar moeten we heen? We moeten nog een paar zombies vermoorden. Lopen ze buiten? Nee. Ze lopen alleen in het restaurant. Dat zou mooi zijn. Au, dat deed zeer. Dat deed heel veel zeer. We gaan met dat kapmes gaan we gewoon nog zoeken naar zombies. En ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet. Waar zitten ze? Waar komen ze? Hier misschien nog? Nee. Oeh, daar staan ze. Dood jij. En ik moet dat hoofd hebben. Parts. Nice. Een samurai zwaardje. We moeten nog een paar. We moeten er nog drie. Dan zijn we klaar. Drie zombietjes. Die lopen vast en zeker hierachter. Oh, sorry. Oh, dat was een soort van niet de bedoeling. Maar in ieder geval, ik heb nu wel een pistooltje. Nou, dat misschien komt het wel handig van toepassing. Maar het zijn maar twee kaltjes. Ik pak liever het zakmesje. Nou ja, het kapmes. Het is niet echt een zakmesje. Hebben ze hier nog wat spullen? Nee, deze mevrouw is ook dood. Iedereen is dood. Ik heb benzine. Fire with my laser! Fire with my laser! Ik ga hem in de fik zetten. Let op. Oeh, nee, nee, nee. Ja, 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 ja. De laatste zombie van... Oh, shit. Dat koppie. Huppakee. Dat ging goed. Oh, het leger komt nu ook van toepassing. Zo. Nice. Son, I like your style. How'd you like to be the new municipal mad cow relocation engineer? Well, I am in between careers at the moment. Oké, de politie die geeft ons een job, blijkbaar. Cow pasture. Oh nee, gaan die koeien ook de gekke koeienziekte krijgen? Gaat het een merk of gaan die ook een zombie koetjes worden of zo? Zijn er vragen? Gewoon doodse stilte. Oké, mooi. Gaan. En waar loopt die man heen? Ik weet niet waar hij naartoe loopt, maar dit is echt heel triest. Ik ga hem iets harder zetten, want hij staat iets te zacht. We gaan dus een hoofd inrammen van dieren. We hebben eerst de katten gehad en nu gaan we dus verder naar de koeien. Het is niet echt een heel erg diervriendelijk spel, heb ik het gevoel. En ik weet niet of het heel erg is om dit op YouTube te zetten, maar ik moet deze zielige koeien gaan doden. Eigenlijk wil ik het niet. Ik wil dit niet doen. Nou, vooruit. Op die manier doen we dat dus. En we moeten 21 koeien verlossen, omdat anders... Oh, hij vlucht! Hier blijf jij! Zo. Ja, ik moet dit nou helemaal doen, want
voordat die beesten die dat virus krijgen van die zombies, dan zijn we verder van huis. Dan breekt de hel los. En om te voorkomen dat mensen ook geen ziek vlees kopen. Kom hier, hey! Hij valt me aan! Om te voorkomen dat iedereen... Oh, ik wil wat eten. Jeetje, je krijgt een hoop leven eraf, zeg, als je het niet goed doet. Kunnen we hier naar boven? Nee, ook niet. Nou, in ieder geval, de hamer zit onder het bloed. Oh, dat is echt heel grof. Geronimo! Al die stukjes hoofd vliegen in de lucht. Echt niet normaal, dit spel. Nou, tegenwoordig speelt iedereen toch GTA, dus dan is dit nog helemaal niet zo erg. En dan laten we zoeken naar meer koetjes, want we hebben nog maar 5 gehad van de 21. Oh shit. Wat gaat er nu gebeuren? Oké. We gaan het met granaatjes proberen. Natuurlijk, waarom ook niet? En wie zijn dat? He's assaulting those poor cows. Somebody call Pamela Anderson. Get him. This one's for all the oppressed McNuggets. Holy shit, oké. Ik word daar beschoten waarschijnlijk. Maar er komen van ze roepen Pamela Anderson erbij. En dat gaat niet goed komen, denk ik. Of ik moet granaatjes gaan gooien, of ik moet ze schieten. Daar komt er één. Huppakee. Headshot. En die koeien gaan natuurlijk helemaal door de war hier. Waar zijn die andere twee? Ze zitten hier in de buurt. Kom maar tevoorschijn. Daar zit je. En wil je een headshot? Je mag kiezen. Nu kun je het kiezen. Nu? Niks? Helemaal niks? Oké. Jammer dit, jongens. Ik wou jullie redden. Ik wou jullie echt redden. Maar ja, jullie willen gewoon met Pamela Anderson. Hebben jullie een contract waarschijnlijk. Ik weet niet hoe het zit. En wie is deze man? Deze is de devil. Waarschijnlijk een van de makers of zo. Ik weet het niet. Komen er nog meer van die gekke gasten? Nee, maar wat ik wel zie zijn de koetjes hier. En de koetjes kunnen we via een paar manieren doden. En ik wil eigenlijk proberen of het lukt. Maar via deze handgranaat. Huppakee. Oh, dat gaat niet werken zo. Dat gaat niet werken. Wacht, ik gooi een Molotov cocktail. Laten we het gewoon via de oldschool manier proberen. En gewoon heerlijk een mesje. Oh, daar gaat hij me aanvallen. Daar moet ik voor uitkijken. Ik dood hem met... Nee, niet met een koeienhoofd. Dat is een beetje dubbel op. Met het mes. Huppakee. Nee, met de hamer gaat het iets beter. Oh, we kunnen hem gooien. Oh! En die staat in de fik. Yeah! Dit gaat lekker. Dit gaat heerlijk. Ik word nog meer geschoten. Wie schiet dat te schieten? Zijn er meer van die achterlijke gasten? Anders temmer ik gewoon een hoofd in met die hamer. Yeah! Dat zal pijn doen, zegt hij ook. En, let op. Yeah! Zo, die was helemaal mooi. Oh, dit zijn zombiekoetjes. Oh! Wat zijn granaten? Wat zijn granaten? Moet het nu pakken. Kom, Vince. Je hebt een paar seconden de tijd. Oeh, dit gaat niet lukken. Oh, die beest wordt helemaal gek. Waar zit dat meisje? Waar zit je, mevrouw? Sorry. Het spijt me voordat ik dat heb gedaan, maar ik had geen keus. Waar zit u nog meer? Hier binnen zitten ze wedden. Kom maar tevoorschijn. Was jij het wasmachine? Heb jij ze gestuurd? Potverdorie. Oh, en allemaal spandoeken of van die dingetjes, weet je wel. Van die protestborden die ze hebben gemaakt. Wat is dit? Een hendel? Kan ik die overhalen? Nee, jammer dit. Ik had gehoopt dat er een geheime kelder was of zo, weet je wel. Ik denk weer te ver door. Zo, ik kom op tijd, meneer. Zitten hier nog meer van zulke mannetjes boven? Mooi is dat, hè? Voordat ze wapen trekken ben ik te snel. Wat hebben ze hier? Granaatjes? Nog meer granaatjes? Ik gebruik eigenlijk weinig granaten, omdat ze gewoon eigenlijk te sterk zijn en ze me... Oh, de badkamer. Zit hier iemand in? Nee, niemand. Hallo! Ja, ik ben nog steeds levend. Dat is mooi dat ik zelf niet verander in een zombie, dat zal het zijn. Nou, ik denk dat we die hebben gehad. Dat we nu weer overgaan op de koetjes. Waar zijn jullie koetjes? Zitten daar nog wat koetjes achter? Nee. En terwijl ik mijn hamer pak, zoeken wij naar de koeien. Volgens mij zijn ze... Is die hier eentje? Dan is die nu zeker weten dood. Een brug. En ik hoor weer meer kogels. En ik zie ze ook weer daar. 3, 2, 1. Alakazam! Daar komen ze. Ook de zombiekoetjes zitten er. Gaat hij me aanvallen? Oh! Ze gaan me aanvallen, die koe. Opzout de koe! Ik vind dat eng, die koe. Ga weg! Het is een zombiekoe geworden. Hij gaat niet dood. Waarom gaat hij zo... Holy shit, die koe. Ga dood alsjeblieft.
Kom op, ik maak je af met een vuurtje. Oh, turn them all! Zo. Oh jeetje, die gooit gewoon met fucking... Oh shit! Is dat Pamela Anderson? En die beesten moeten we ook gaan doden hoor. Die achterlijke koeien. Kijk hoeveel ze er zijn. Ze zijn echt woest. Die beesten zijn echt woest. Ik vlucht hier naar binnen. Oh, er komt een dak om af. Er komt er één. Dicht doen, dicht doen. Oh, wegwezen jij. Stomme koe. Normaal kan je dat tegen je vriendin zeggen. Maar nu kan je het... Nu, het is ook echt gewoon... Het is echt een stomme koe nu. Het is nou echt... Oh. Yeah, te laat. You mother. I gotta find more of that good stuff. Oké, hier vinden we niks meer. Gaan we verder even zoeken. Volgens mij hebben we dit... Oh, wat nou, pizza. Oh, het lekkere pizza's. Leek wel pizza's, hè? Maar volgens mij zijn ze echt... Die koeien zijn echt het huis aan het omsingelen. Dit is echt heel creepy. Kom maar. Kom maar. Wacht, ik ga dit doen. Yeah! Oh, nu moet ik mijn hamer terug. En ik durf niet hier... Naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Oké. Waar zitten die koeien? Oh! Ja, ik kan het niet raken. Wacht, hè. Wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht, wacht. Pets! Alsjeblieft. En nog eentje. Kom maar. Kom maar. Dat was een zombiekoe. Zag je dat? Yeah! Zijn er nog meer koeien? Dan moeten ze nu komen. Daar komt er een. Ik voel me net zo'n van Toro. Weet je wel? You are dead. Ik denk dat wij nu voor een groot deel de meeste koeien hebben gehad. Maar waar zijn nog meer koetjes? Ik hoor ook mensen weer schieten. Zo, daar had ik zin in om te doen. Vervelende rotkoeien, 1521. Oh, we hebben toch al 15. Oh, dat scheelt wel. Dat gaat wel lekker, denk ik. Maar waar zijn we nou nog niet geweest? Hier hebben we een rondje gelopen. Misschien moeten we hier naar beneden. Moeten we daar die greppel in? Even kijken hoor. Kunnen we überhaupt wel hierin? Moeten we hierin? Volgens mij moeten we hier wel heen hoor. Er moeten nog 6 koetjes. You won't feel a thing. Daar zijn de rest van de koetjes. Je zal niks voelen, zegt hij ook. En let op, we gaan het gewoon op ons gemakje doen. We pakken de hamer op. We pakken de... Oh, ik dacht dat die koe op me afging. Oh, nee, die is boos geworden. Sorry. Oeh, dan moet ik uitkijken. Die koe is echt boos. Maar dat maakt niet uit. Ik vermoord hem. Die is echt stevig, die koe. Oh, shit. Ik heb koeien boos gemaakt nu. Vooral die ene... Hij komt niet vooruit. Dit is zo droog. Geronimal! Het zag er echt heel droog uit net. Ik weet het. Het staat op beeld. Ik ben blij. Geronimal! Kom maar koe. Oh, dit zijn echt vreselijke beesten, joh. Die zijn natuurlijk gezombificeerd. Ze zijn helemaal getransformeerd in een of andere monster. Oké, de laatste. Let op. Hoppakee, oeh! Dat was een mooie laatste koe. Oh, we moeten nog eentje. Oké, laat het de revenge zijn. Die zal als goed is wel hier ergens in de wei lopen. Daar is die. Oh shit, ik heb hem boos gemaakt. Sorry. En oh yeah! Well done, son. You did so well, I'm promoting you to Chief Pigeon Relocation Engineer. Congratulations, here's your rocket launcher. Don't abuse it now. Time to relocate some pigeons. Okay, nou, we krijgen een rocket launcher. Oh! Maar toen... I told you no! What the hell you think this is? Friggin' bullshit. What do you got, Steve? Hold on. Proposal for the pigeon mission. We ain't got no budget for pigeon missions. The fuck, are you kidding me? Vince, the kids. Gotta think of the kids. Look at the quality of this video. You want enough? Enough! Hold on, I said. Who is this? Get on fucking line. You want money too? You fuck you too. Wat is dit? Wat is dit? Dit is raar. Oh jongens. Waar zit ik nu weer in?
Zit ik in een of andere vogelbuurt? Worden hier vogels afgeslacht? Wow, that was the most incredible thing I've ever done. Man, that's annoying. Hello? Hey dude, this is Vince. I got a job opening for you. Due to some gross fucking incompetence, we've decided to break from our scumbag publisher. The problem is, he's got our fucking gold master. Go fucking get it, now! No problem, but how do I get inside? Don't worry about it. That's all been taken care of. Godverdomme. Ik schrik me dood. Om explosie. Ja, je verwacht het niet. Oké. Nou, dit was de aflevering voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond. En we gaan volgende keer verder met... Ja... Niet het bloederige restaurant. Maar in ieder geval wel het spel... Zombie of Apocalypse Weekend. Dus... tot de volgende video. Doei doei!